De benoeming van Shivanand Ramlal tot commissaris van politie is teruggedraaid. Dat zegt Milando Atompay, voorzitter van de Surinaamse Politiebond. Het besluit is gisteren genomen na een constructief overleg tussen de SPB en een vertegenwoordiger van de regering. Volgens Atompay erkennen beide partijen dat het waarborgen van de nationale veiligheid van Suriname prioriteit geniet. Het besluit is nu geworden dat die resolutie zoals het nu is wordt ingetrokken. Meneer Ramlal kan geen deel uitmaken van het politiekorps. Maar de president die wil hem daar bij DNV hebben en die heeft het een en ander betoog gevoerd. Er is toen geopperd om de heer Ramlal te benoemen tot commissaris bij presidentieel besluit. En wel onder bepaalde voorwaarden. Dus belangrijk is, we hebben een akkoord met de regering. En dat is dat de heer Ramlal geen onderdeel zal uitmaken van de personeelformatie van KPS. De heer Ramlal zal geen bezoldiging en geen bijbehorende emolumenten ontvangen. Dat de benoeming van de heer Ramlal zal ingaan op de dag van zijn benoeming als directeur. En vervalt wanneer de heer Ramlal niet langer directeur zal zijn van DNV. Dat zijn de gemaakte afspraken. Atompay gaat verder aan dat het geen besluit van een partij is geweest, maar dat het gezamenlijk is besloten. Als je het zo moet formuleren, is dat wat beide partijen wilden hebben. Want wij willen niet dat politiek op de een of andere dag mensen bij ons laten benoemen. Dat willen we niet. De wet leent zich niet daarvoor. En de politiek die heeft aangegeven dat zij dat ook niet wilde. Maar dat ze die man die rang wilde geven om slechts te functioneren bij DNV. Dus ik denk dat beide partijen hiermee kunnen leven. Heeft u toevallig gevraagd waarom de president het belangrijk vond om de heer Ramlal te benoemen? Dus kijk, politieke dingen moet je gewoon niet begrijpen. Je moet ze gewoon laten voor wat ze zijn. Ik heb niet gevraagd. Hij heeft wel uitgelegd dat om daar te zijn je commissaris moet zijn. Dat klopt niet. Begrijpt u? Maar zoals ik zei, we zitten in de samenleving. We zijn midden in de samenleving. Dus ik denk dat we een middenweg hebben gevonden waar beide partijen tevreden kunnen dan wel mogen zijn. De regering en de SPB zullen gezamenlijk werken aan een model waarbij bevorderingen en benoemingen efficiënter zullen geschieden.